En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de ludie kan de praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De Europese verkiezingen staan voor de deur, donderdag 23 mei. Gaat u uw stem uitbrengen? Zonder meer, ja. Heel erg belangrijk, vind ik het, ja. Waarom vindt u dat belangrijk? Nou, Europa vind ik heel belangrijk. En er wordt een beetje tegenwoordig wat over gedaan van, nou, het zal allemaal wel. Maar dan zeg ik altijd tegen mensen die erover hebben, jullie bent de geschiedenislessen vergeten. Waarom zijn de Europese gemeenschap begonnen? Om de oorlog te vermijden. En we zijn intussen al meer dan 70 jaar dat we dus geen oorlog meer hebben. Oké, er zijn wat dingen die niet goed zijn, maar dan moet je daaraan werken. En niet zeggen, dan schaffen we de boel maar weer af. Dan gaan we ons eigen pakje aan weer doen. En, dat vind ik, en er zijn zoveel problemen, die kun je op je eentje absoluut niet oplossen. Dat moet je gezamenlijk doen. En oké, dan gaan er wel eens wat dingen mis. Maar goed, dat moet je dan oplossen dan. En niet maar zeggen, nou ja, schaf de boel maar weer af. Want het is toch allemaal niks. Dat is mijn mening, ja. Weet u dat bij de laatste verkiezingen er maar een opkomst van 37,3% was? Ja, dat klopt, ja. Helaas wel, ja. Mensen die, ja, die snappen het niet helemaal of zo. Of er is misschien toch te weinig aandacht aan besteed. Te weinig mensen die dus uitleggen wat nou eigenlijk die verkiezingen inhouden. En dat misschien de reden is, maar ik weet het niet van waarom mensen zo niet geïnteresseerd zijn. Alleen maar hun eigen hokje belangrijk vinden. Dus ja. Ver van mijn bed show effect? Dat denk ik wel, ja. En er wordt van alles beslist over ons hoofd heen. En ja, dan moet je juist gaan stemmen. Want dan op de partij waarvan jij denkt, nou, die kan iets voor mij inbrengen. En dan wil ik dat naar voren brengen dat de kies niet aan de kanten kan staan. Een commentaar te leveren hoe het niet moet. Ik ga waarschijnlijk wel stemmen, ja. Ja, of dat belangrijk is, dat weet ik niet. Maar ik voor mijn eigen uit, ik ben altijd stemmen. Dus ik denk dat ik wel gewoon ga stemmen, ja. Bent u er ook al uit op welke partij? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oké, en als ik daarop gestemd ben, dan hou ik dat ook voor mijn eigen. Dus, ja, u heeft uw stemgeheim, hè? Ja, nou ja, stemgeheim. Ik weet niet of dat stemgeheim is. Maar ik stem en, nou ja, waar ik denk dat het de goede is voor mij en van de rest om me heen. Dus, Volgt u de Europese politiek een beetje? Niet zo erg. Niet zo erg. Ik ben helemaal niet zo'n politicus, dus maar ik ga wel stemmen. Iedereen nult en dit is niet goed en dat is niet goed. En als ik dan zie dat er maar 37% stemmen, ja oké, waarom moet je dan nullen? Ja, of ze dat moeten verplichten, dat weet ik niet. Ja, misschien wel en misschien niet. Ik vind dat iedereen gewoon moet gaan stemmen. En of die nou ja, op Jantje of op Pietje stemt, het zal allemaal wezen zoals het komt. Dus verder als, ik vind dat iedereen moet gaan stemmen. Nou ja, oké. En verder moet ook iedereen dat voor zijn eigen weten natuurlijk, of die wel of niet gaat. Maar ik vind dat iedereen moet gaan stemmen. Ja, zeker. Ik ga zeker stemmen. Heeft u zich al een beetje in verdiept? Nee, dat moet ik nog even goed gaan doen, ja. Weet u hoe u dat gaat doen? Ja, ik meestal ook stemwijzers, maar ook gewoon even kijken naar de partijen. Dat is hoe ik me meestal voorbereid. Ik vind dat als je stemrecht hebt, dat je daar dan ook gebruik van moet maken. Dat er heel veel mensen, heel veel landen zijn die dat niet mogen en niet kunnen. Dus ik vind het heel belangrijk om dat dan wel te doen, ja. Je stem wordt eigenlijk niet gehoord. En daarom gaan de mensen niet meer stemmen. Denkt u dat serieus? Ja, dat meen ik serieus. Is dat omdat het voor het Europees Parlement is en dat het misschien net wat verder van de burgers staat? Dat staat te ver weg van de burger, ja. Daarom ook. Dat politieke gedoe, daar moeten we uitstappen. Wat vindt... Ja, economisch. De vroegere EEG, dat was goed. Ja. Maar die bemoeizucht, die verspilling. Net zoals die subsidies allemaal, dat is allemaal verspilling. Je moet ze mee stoppen. Denkt u dat we dan door te gaan stemmen ook hier invloed op hebben? Of moet er gewoon een referendum komen, stoppen met Straatsburg? Nou, ook dat zou goed zijn. En op die goede partijen stemmen die een beetje anti-Europa zijn. Je moet daar niet echt uitstappen. Dat is niet goed. Ja, ik ga zeker stemmen. Bent u er al uit?
Ik zit nog een beetje te twijfelen, maar wel welke hoek ik ga stemmen, dat zeker. Ik volg wel wat debatten, zeg maar, en wat programma's. En ik lees er wat over, dat. En ik blijf altijd wel een beetje bij de partijen waar ik een beetje in dezelfde hoek, zeg maar. Ja, ik weet wel dat het veel minder is als de andere verkiezingen, zeg maar. En ik snap het ook wel, het leeft wat minder of zo. En het is iets anders dan de landelijke verkiezingen. Dat is zeker waar. Maar wel belangrijk om alsnog te stemmen. Want de ludie kunnen vrouwen toch niet laten. Ook al zegt ze best al niks geen zin. Nog zijn er volgende week Europese verkiezingen. Ja. Gaat u stemmen? Ja. En waarom? Nou, moet luisteren, we moeten toch een beetje met Europa alles samen doen. Dus we moeten er wel bij blijven. Ik zit eigenlijk een beetje te twijfelen. Ik ben eigenlijk een beetje van de CDA, de Partij van de Arbeid, af. Ja. U gaat daar vanaf? Nou, het is nog niet zeker, maar ik wil er een beetje vanaf. Want ik vind dat daar niks. Dat werkt niet. Nee. Maar heb je alternatieven dan? Nee. Dan gaat u toch uw eigen partij oprichten? Ja. Ja, zo gek zijn we niet meer op die leeftijd. Daar gaan we niet meer aan beginnen. Ja, was ik wel van plan. En waarom wilt u dan toch stemmen? Ja, omdat je toch je stem maar moet gebruiken. Dus dat gaan we maar doen. Ja. Ja, ik vind het lastig om een keuze te maken. Dus, ja, dat is het. Hè? Ja, zeker. Ja. Maar u bent er nog niet uit? Nee. Nee. En geldt dat ook voor u, mevrouw? Ik ben er nog niet uit, nee. Maar ik heb wel al op tv het debat gevolgd, bijvoorbeeld gisteren bij Nieuwsuur. En goed. We moeten nog heel even rustig over nadenken wat het uiteindelijk gaat worden. Ja. Wat vindt u van het gedoe van de Brexit? Want Engeland eruit is voor Nederland niet goed, hè? Moet nog blijken, natuurlijk. Hè? Ik weet ook niet of het voor Engeland slecht is, dus dat zal nog komen. Maar het is voor onze tweede handelspartner na Duitsland. Ja, goed, maar voordat we één EU waren, toen ging het ook allemaal goed. Dus ik ga ervan uit dat het nu ook goed gaat lopen. Ik ga volgende week zeker stemmen, ja. En waarom? Ik ga altijd stemmen. Wat voor verkiezingen er ook zijn, altijd. In grote lijnen weet ik wel hoe het allemaal zit. Ja. En op wie ik ga stemmen, weet ik ook, ja. En waarop baseert u uw keuze? Op hetgeen wat in hun programma staat, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En nou wil eentje uit Nederland wil ik hoofd worden van de Europese Unie. Ja. Hè? Meneer Brusselmans, zeggen ze tegenwoordig in de spot. Ja, ja. Maar wat vindt u daarvan? Mag dat wel eens een keer weer gebeuren, Nederlander? Ja, dat mag zeker wel eens een keer gebeuren, ja. Maar of het veel op zal brengen, ik weet het ook niet, hoor. Ja. Nee, dat weet u niet. Oké. Wat hoopt u, wat er gebeurt ten aanzien van Engeland? Van de Brexit bedoelt u? Ja, dat is een heet hangijzer. En ik denk niet dat ze er goed aan doen om eruit te gaan. Dat hadden ze nooit moeten doen. Ik denk ook niet dat de meerderheid van Engeland dat wil, om eruit te gaan. Maar de jeugd heeft ze toen maar laten zitten bij het referendum. Ja, dat klopt helemaal, ja. En dat is het jammer eraan. Ja. Ja. En dan krijgen ze nu de klappen van eigenlijk. Ja. Ik ben nog van de oudere generatie en ik vind dat meer een plicht. Ja. We hebben de mogelijkheid en dan moeten we dat ook doen. Ja. Toch wel. Ik ben niet helemaal voor Europa zoals het nu is. Wel voor samenwerking, heel veel samenwerking, maar ik vind in sommige gevallen is het nog wel eens wat doorgeslagen. En wat zouden ze dan niet meer moeten doen volgens u? Ja, dat weet ik juist niet precies. Komt er iets voor. Ik denk nou bijvoorbeeld aan de vissers. Dat Frankrijk zorgt dat de jongens niet meer kunnen vissen. Met pulsvissen bedoelt u? Ja, met pulsvissen bedoel ik. Ja. Nou, af en toe komen van die dingen, denk ik, dat moet een land toch eigenlijk voor zichzelf kunnen regelen. En dat niet dat dat vanuit Brussel geregeld wordt. Ja. En mevrouw, gaat u ook stemmen? Jazeker. Hard genoeg moeten vechten, hè, voor de dames dat die ook mochten stemmen. Hè. 100 jaar geleden, hè? Ja, dat is wel waar. Maar goed, we hebben het. Ja. En we houden het in ere. Ja. Jazeker. Ik weet waar ik op ga stemmen. En dan. Ik ga het u niet vragen, hoor. Nee, dan mag u best weten, hoor. Ik stem GroenLinks. Dus ik hoop dat mijn stem goed terechtkomt daar. Nou, is GroenLinks niet zo voor Europa? Ja, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Hè. Ik ben zelf wel voor Europa, maar ik bedoel, ik sta voor een hele hoop dingen sta ik wel achter GroenLinks. Dus komt wel goed met die jongens. Ja.
Nou, meestal is het zo dat ik het met mijn vrouw erover heb en dat wij dus samen terugkomen. Ja, dat is dan misschien wel verstandig. U krijgt geen opdracht? Ik krijg geen opdracht. Nee, nee, ik heb een vrije keus. Maar goed, dan heb je erover en je bent al zoveel jaren samen. Ja. En dan is het argument meestal wel doorslaggevend, ja, laten we dat maar doen. Dus er komt er vaak op neer dat we samen op dezelfde partij stemmen. Ja, ja. Het enige jammer vind ik wel als Engeland eruit gaat, dat dan die stemmen niet weggaan. Dat dat dan weer verdeeld wordt. Dus je zou dan zeggen, er gaat een land uit, we gaan er, de plaatsen, ja, die zijn over, weg, ermee. Ja. Maar nee, die gaan dan weer verdeeld worden, andere landen. Denken van, ja, en straks komt er weer een land bij, komen er dan weer zoveel extra bij. Terwijl je dus die van Engeland na de hand dus ook weer aan een ander land had kunnen geven. Ja. Ja. Als je tenminste toch nog uitbreidt. Ja. Maar goed, voorlopig zit er denk ik nog niet zo 1, 2, 3 in. Dus. De uitbreiding niet. Dat Engeland weggaat, weet ik ook nog niet hoor. Nee, dat klopt. Dat is maar even afwachten hoe dat gaat. Ja. Maar ja, als ze eruit gaan straks, telt hun keuze en hun stemmen dus wel mee binnen Europa. Ja. En dat is natuurlijk ook een vreemd iets. Ja. Nou ja, het is belangrijk hè, voor Europa. Dat we één Europa worden. En dus ook voor Nederland? Ook zo, ja. 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 Stemt u altijd bij elke verkiezing? Ja, altijd. Nou, dan wens ik u veel beleid en inzicht. Zo, bedankt. Dank u wel.